Meneer Van Persie, na ons zeer aangename eerste interview zou ik graag u nog een keer willen interviewen. En ik heb begrepen van uw manager dat u daar bereid toe bent. Daar ben ik zeker toe bereid. Ik heb al de tijd, dat heb ik al middagmaal aangegeven, dat ik graag met journalisten wil praten over mijn voetballeven en carrière. Dus uw relatie met journalisten is tot dusver zeer goed geweest? Nou, ik heb het natuurlijk... Heb ik dat goed? Ik heb natuurlijk wel een beetje problemen gehad, vooral met mensen van Kanaal Plus. Maar dat hebben wij laten met een goed gesprek en een lekker glaasje wijn. Hebben dat goed uitgesproken rond de tafel. Dat was fijn, ja. En daar wil ik verder niet meer over in, oké. Als het kan. Hoe bevalt de status die u inmiddels heeft gekregen nu u voetballer van Arsenal bent? Kunt u daarmee omgaan, omdat u toch een zeer jeugdige leeftijd heeft? Zeer goed. Ik ben totaal niet arrogant. Ik vind het alleen heel fijn, al die handtekeningenjagers in Londen. Had je Londen, dan loop ik had je Londen met mijn vriendin Boesla. Dan loop ik daar en dan ben ik schoenen aan het kopen en dan word ik continu lastiggevallen door kleine vervelende jongetjes. Maar voor de rest vind ik alles... U heeft toch wel de voorkeur voor dure kleding en dure spullen, heb ik dat goed gezegd? Nee, want ik al binnen maar aangeven, mijn lievelingsmerk zijn Hugo Boss, Armani, Roberto Cavalli, Prada, Botticelli en natuurlijk af en toe Nike, Adidas of Ralph Lauren. Aha, dat is duidelijk. Maar u voelt zich niet ongemakkelijk, want u komt natuurlijk uit een niet al te rijk gezin en u was een hele gewone jongen. Nee, maar gewoon jongen, maakt niet uit, weet je. Kijk, ik heb gewoon kaart gewerkt en nu heb ik gewoon klaar een BMW 645 kwijt. Weet je, maakt mij niet uit, maar ik heb gewoon 645 nu. En mensen kijken hoe jaloers naar mij, weet je, maar ik heb hem gewoon klaar. Maar u vindt dat u het eigenlijk wel gemaakt heeft? Ja, ik denk dat als ik naar de gemiddelde leeftijdsgenoten van mij kijk, ben ik een stuk verder. Als, wat ik nu zeg, de gemiddelde leeftijdsgenoten, ik denk dat ik heel ver ben. Op voetbalgebied gaat het tot dusver ook naar wens. Ik heb begrepen dat u geen basisplaats heeft. Nee, een basisplaats, dat is... Maar dat ligt aan de trainer, neem ik aan. De trainer doet heel raar op het moment over die basisplaats. Hij heeft een basisplaats beloofd, maar hij zegt sowieso dat ik de ideale vervanger ben voor Dennis Bergkamp. Hij zegt zelf dat ik meer capaciteit heb als Dennis Bergkamp. Terwijl ik Dennis Bergkamp, ik heb een paar video's gezien van Dennis Bergkamp, maar ik ben niet bepaald onder de indruk van Dennis Bergkamp. Nee, dat begrijp ik, meneer Van Persie. U bent eigenlijk op deze leeftijd al een grote meneer. Of ziet u zichzelf niet als een grote meneer? Ik denk dat ik me wel mag scharen tussen de grote meneer, ja. En welk rijtje? Is dat het rijtje Seedorf, Kluivert? Oh, mag ik even terugvallen op Seedorf. Ik heb zijn boek nog gelezen tijdens de zomervakantie van vorig jaar. Dat is denk ik wel mijn lievelingsvoetballer. Ik heb me hetzelfde gevoeld als Clarence Seedorf. Hij is... Ja, echt een grote meneer. Hij was de enige die bij de eerste training van het Nederlands elftal mijn hand durfde te geven. Dus dat vond ik gewoon, weet je, de rest had gewoon geen respect. Hij is wel echt een vriend van u, begrijp ik. Hij is een vriend van mij. We hebben samen met hem heb ik 6,45 gekocht en met Sietje natuurlijk. Bij Arsenal heeft hij ook een buddy om het zo